We hebben voor een pitch van een klant van mij, hebben wij 3 keer film gevraagd om een video te maken. Die pitch is ook gewonnen, dus dat was heel succesvol. En de manier hoe dat gegaan is heel prettig geweest. Ze gaan uit van jou, van het bedrijf en van je ideeën, van wat je wil, hoe je denkt, hoe je werkt. En daaromheen bouwen ze een idee voor een filmpje. En dat is zeer zeker voor mij de reden geweest om bij jullie te laten maken. Jullie aanpak is heel erg persoonlijk. Dus je haalt, je probeert eerst het verhaal goed te begrijpen wat iemand nou eigenlijk wil vertellen. En dat voor de camera eruit krijgen, dat is denk ik wel een van jullie kwaliteiten. Nou, al vanaf de eerste minuut dat jullie binnenkomen, zie je al aan wat er binnenkomt aan apparatuur en hoe jullie het aanpakken, dat het anders gaat worden dan dat ik zelf altijd al deed. Nou, in de eerste plaats moet het wel, vind ik, een professioneel bedrijf zijn die zowel heel technisch alles snapt, maar ook wel heel goed kan aanvoelen wat voor sfeer je eigenlijk wil brengen op het doek of op televisie. En ja, dat vind ik gewoon belangrijk dat je die vertaalslag kan maken. Maar ook tijdens de opname zelf zijn jullie aanwezig niet alleen met de techniek, maar ook als persoon met allerlei petten op. Voelen jullie en kijken jullie of het oké is of niet wat er op dat beeld komt. En terugkijkend zeg ik, dat is wel heel waardevol voor hoe het uiteindelijk is geworden. Maar ook van de andere kant het hameren op de hoe zouden we dat filmpje dan bij de klant kunnen krijgen? Dat heb ik dus zeer welkom ervaren op dat moment. Omdat daar zit wel de crux. Je moet een mooi filmpje maken is één, maar het uiteindelijk bij de klant krijgen en dat je die glimlach op die klant zijn gezicht kunt toveren, dat is nog wel nummer 2. De belangrijkste selectiecriteria die ik persoonlijk vind, en daarom ga ik gewoon zelf rechtstreeks aan jullie toe, is gewoon die hulp bij de boodschap zelf. En niet gewoon een videoboodschap opnemen. Als je je neer wilt zetten met een bedrijfsfilm en je wil zeker weten dat het goed komt, ja, dan kan ik iedereen alleen maar aanraden om met 3 maanden film gewoon in zee te gaan en aan de slag te gaan. Te beginnen en je product te maken.